begonnen! Wie wil de eerste vraag stellen? Ja? Wanneer bent u begonnen met skateboarden? Ik ben begonnen met skaten toen ik 13 was. Dus ik ging net naar de middelbare school. Dus ik dacht, wat zal ik eens doen? En dan had je allemaal van die groepjes waar je dan misschien bij kan horen. Toen zag ik een skatermeisje, toen dacht ik, dat wil ik. Hoe komt u aan uw beperking? Ik ben geboren met een beperking aan allebei mijn benen. Dat is eigenlijk ook de reden dat ik ben gaan handbiken. Omdat op een normale fiets fietsen, dat lukte mij niet. Daar waren mijn benen niet goed genoeg voor. Welk dieet heb je nodig om zo fit te blijven? Als hardloper verbrand je natuurlijk best wel veel, dus dan moet je ook goed aanvullen. Dus dan mag je lekker veel eten. En dan met name veel koolhydraten, dus veel pasta en brood. Maar omdat je ook zoveel verbrandt, mag je af en toe ook wel wat snoepen. Dat hoort ook af en toe bij je. Ook wel een beetje goed voor jezelf zorgen. Bent u veel eens gevallen bij een wedstrijd? Ja, helaas wel. Mijn knieën vonden dat minder leuk. Maar het vallen gebeurt ook heel vaak in wedstrijden. Dat is ook wat de sport lekker hard maakt. En gelukkig heb je dan je teamgenoten die je weer omhoog helpen. Veel mensen zeggen dat boksen voor mannen zijn. Wat vind jij daarvan? Ja, wat vind ik daarvan? Wat vinden jullie daarvan, meiden? Jongens, boksen nee. Is voor mannen toch? Nee! 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 Ja, pas op. Meisjes kunnen ook heel goed worden in boksen en die kunnen ook jongens verslaan. En soms zijn jongens misschien wat sterker, maar dat is niet alleen in boksen, in andere sporten misschien ook. Maar de meiden zijn soms sneller en veel slimmer. En ik hoop ook dat jullie je nooit laten tegenhouden, doordat je denkt dat het alleen voor jongens is. Wat zijn de voordelen om van een beperking te hebben? Nou ja, dat ik kan mijn auto hier vrij dichtbij parkeren, dat is misschien wel handig. Ik vind het soms heerlijk als ik dan, ik voel me soms wel een beetje asociaal, maar gewoon een rij kan overslaan bij hele drukke pretparken. Of als je op Schiphol bent, dat je gewoon zo weer bij het uiteinde bent. Het is af en toe wat lullig voor de andere mensen, maar soms vind ik het echt heerlijk om dan daarmee tijd te besparen. Dus dat soort voordelen zijn wel lekker. Werd de Ruppes toen u bokser wou worden? Nee. Ja, durven ze niet. Nee, inderdaad. Sommige mensen vragen me of ik ben gaan boksen omdat ik werd gepest. Dat is niet zo. Dus het was meer andersom. Dat mensen die een beetje gepest werden, die dachten, oké, nu kom jij bij mij in het team, dan ben ik veilig. Wat zit er op uw tatoeage? Oh ja, nou ja, welke? Want ik zit echt helemaal rustig om alles te doen. Maar de allereerste was een heel klein skatermeisje. Dat is het allereerste wat ik heb laten tatoeëren. Die zit op mijn buik. En toen zei ik wil één tatoeage en dan nooit meer. En toen zei iedereen, dat gaat je niet lukken. Ik dacht, mij gaat dat zeker lukken. Maar inmiddels heb ik er ik heb misschien wel over de 50 tatoeages. En het is eigenlijk een soort van dagboek geworden. Als ik iets heel bijzonders meemaak, dan bewaar ik dat op mijn lichaam eigenlijk. Het is helemaal mijn levensverhaal, staat eigenlijk op mijn lichaam. Is het echt goud? Wat ik wil meegeven is dat je sowieso altijd plezier moet blijven houden en moet genieten met wat je tegenkomt onderweg. Ik denk dat er voor iedereen in deze wereld wel een sport is die je leuk vindt. Dus ik zou vooral zeggen, als je dat nog niet hebt gevonden, van alles lekker proberen en kijken wat jij het leukst vindt. Dus als jij denkt van, nou dat wil ik doen of dat wil ik bereiken, als het dan lukt, dat je daar ook heel veel energie uit kan halen. Dat niet dat het per se een prijs is of een toernooi waar je aan mee wil doen, dat het ook wel gewoon iets is dat je voor jezelf wil halen. Dat is ook heel mooi. Er kan inderdaad uiteindelijk altijd maar één de beste zijn. Dus we hoeven niet allemaal de beste te worden, want dat wordt wel heel erg lastig als je maar zoveel mogelijk uit jezelf haalt. Zorg ervoor dat je je relaxed voelt op de plek waar je bent met leuke mensen en dat je mag zijn wie je zelf bent. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik zeg een groot applaus voor alle Olympische sporters!